Wat gebeurt er met Nederland als we doorgaan op de koers van de afgelopen tien jaar? Verkiezing na verkiezing blijkt dat Nederland gemiddeld rechts van het midden stemt. Toch is het resultaat regering na regering linksbeleid. Zet de tv aan, sla de krant open en je wordt geconfronteerd met een wereldbeeld waarin ik mijzelf niet herken. Het zijn totaal verschillende werelden. Steeds weer gaat het fout. We kunnen kiezen tot een onswegen, maar het resultaat is telkens hetzelfde. Uw stem gaat verloren. En de gevolgen die ziet u: grootschalige immigratie, gigantische windmolenparken, biomassa, nog meer EU en onze identiteit die langzaam maar zeker wordt weggegeven. De oude machtspartijen die regeren graag over links, naar eigen zeggen omdat ze niet anders kunnen. En dat excuus dat vervalt. Want met Ja 21 is regeren over rechts mogelijk. Ja 21 wil de menselijke maat in de zorg terugbrengen. Door de patiënt centraal te stellen en regeldruk terug te dringen. Nederland verdient beter dan deze EU. We hebben te maken met een tekort van maar liefst 350.000 woningen. In wachten kunnen wij niet wonen. Wij maken geen excuses voor wie wij zijn. Wij beloven u geen dingen die bijvoorbeeld kansloos zijn. Voor gouden bergen moet u elders wezen. Voor een nuchter, goed alternatief moet u bij ons zijn. Ik ben Joost Eerbans. Lijsttrekker voor Ja 21. Welkom thuis. Welkom. Welkom thuis. Bij Ja 21. Die was goed. Ja. Nee, 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 nee. Dat was een volgens mij. Kom sympathiek over. Goedenavond. En. Welkom thuis bij Ja 21. Het juiste antwoord op de politieke vraagstukken van onze tijd. Mijn naam is Michiel Hogeveen. Ik ben namens Ja 21 lid van de Provinciale Staten Zuid-Holland en kandidaat Tweede Kamerlid. En ik ben vanavond uw gastheer. De afgelopen maanden is onze partij in stroomversnelling geraakt. Duizenden leden stroomden toe en herkennen zich in de boodschap van onze partij. Honderden vrijwilligers zijn actief geweest met het plakken van posters en het bezorgen van flyers. En onze topkandidaten zijn door het hele land actief in debatten en mediaoptredens. Kortom, de campagne is op stoom en we zitten in een goede flow. Maar we zijn er nog niet. Vandaag is het nog precies een week voordat u naar de stembus gaat. Het is dan ook van groot belang dat wij de komende weken op volle kracht de campagne voortzetten. Corona heeft ons land het afgelopen jaar beheerst. En hoewel het ons land helaas de komende maanden nog zal gaan beheersen, is het enorm belangrijk dat deze campagne daar niet alleen over gaat. Want corona is eindig. Nederland gaat de komende maanden weer open. Ja 21 is opgericht om het juiste antwoord te bieden aan kiezers die een verstandig en realistisch beleid willen zien. Ook in het Nederland. Na corona. We gaan vanavond kijken en luisteren naar onze topkandidaten over de belangrijkste uitdagingen van onze tijd. En we beginnen daarmee met een van onze oprichters. Iemand die al haar hele leven in onze hoofdstad vertoeft en die stad heeft zien veranderen. Van een liberale Hollandse stad van vrijdenkers veranderd in een onbetaalbaar juppencomplex waar progressieven de dienst uitmaken. Een voorland wat Nederland zal worden? Ik presenteer u, Annabel Nanninga. Veel politici missen het grote plaatje. Twintig jaar geleden stonden ze te juichen over hoe lekker divers en multicultureel onze migrantenwijken zijn. Tien jaar geleden, toen de integratieproblemen de spuigaten uitliepen, riepen ze met broccoli in de oren dat het allemaal niet waar kon zijn wat we met eigen ogen zagen. En nu. Nu steken ze hun kop in het zand. Ze hebben namelijk nooit ongelijk. U deugt gewoon niet. U staat immers niet open voor die prachtige cultuur. waarin een vrouw de gevangene is van haar man. waarin een hoofddoek een teken is van emancipatie. en waarin je gewoon een beetje op je tellen moet passen als je een cartoon wilt tekenen. Jij in de twintig heeft een broertje dood aan dat bijna professionele wegkijken. Wij staan pal voor het vrije woord. De vrije pers en ons vrije Westen. Wij maken geen excuses voor wie wij zijn. Ik ben Annabel Manenka, fractievoorzitter in de Eerste Kamer voor Ja 21. Nou, dat was in ieder geval een duidelijke boodschap. Mijn naam is Adrien de Boer. Ik ben tijdelijk partijvoorzitter. En ik mag Annabel Nanninga in onze studio welkom heten. Annabel, welkom. Dank je En uh, om maar even met het filmpje te beginnen. Wat betekent dat nou eigenlijk? Wij maken geen excuses voor wie wij zijn. Nou ja, er is natuurlijk een ontzettende tendens gaande in onze samenleving om de hele tijd. Uh, 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 sorry te zeggen voor uh, vermeende misdaden jegens vermeende slachtoffers. En zowel die misdaden als die slachtoffers zijn niet zo reëel. Even concreet, wat bedoel ik daarmee? Nou, kijk, jij bent bijvoorbeeld een, een wit man. Nou, ja, dan ben je in dit land al gauw de schuld van zo ongeveer alles wat er fout gaat. Uh, maar het heeft ook te maken met onze historie, met waar we vandaan komen. Hè? Dat uh, scholen en straten mogen niet meer naar onze zeehelden worden vernoemd. Dat is ook allemaal kwetsend. Um we moeten voortdurend op onze knieën excuses maken voor allerlei dingen uit het verleden. Het Rijksmuseum, dat is onze nationale schatkamer. Daar, daar moeten we uitdragen wat wij als land uh, uh, hebben gedaan. En de kunst die we hebben gemaakt. Uh, nou, die gaan nu helemaal door het stof met een of andere weg met onze slavernij-expositie. Nou was dat natuurlijk ook uh, niet prettig. En hoeft dat ook zeker niet onder het tapijt geveegd te worden. Maar die hele cultuur, dat alles wat wij in het Vrije Westen hier doen, allemaal maar kwetsend is. En fout en naar. En daartegenover natuurlijk dat, dat omhelzen van, of, of in ieder geval onder het tapijt vegen van, ja, de haakjes en oogjes en probleempjes die we hier toch uh, met, met name islamitische immigranten hebben. Die cultuur is, is onaantastbaar, maar onze eigen cultuur, ja, het kan niet hard genoeg weg met ons. Dus dat bedoel ik als ik zeg, wij maken geen excuses voor wie we zijn. Maar op zich, VVD en CDA, het is nu campagnetijd, die, daar hoor je ook altijd van dat soort geluiden. Ja, cruciaal daarbij is wat je zegt, hè? het is campagnetijd. Want als het erop aankomt, doen ze daar natuurlijk zelf uh, net zo hard aan mee. Uh, ja, Rutte laat natuurlijk al, al uh, sinds hij uh, in het torentje zit uh, de grenzen wagenwijd openstaan. Doet ook mee aan dat slachtofferdenken. Hè? Hij heeft net weer gezegd, nou, uh, uh, net als Okje Tellegen ben ik voor een vrouwenquotum. Mijn partij is tegen, maar ik ben voor. Dat, dat zegt hij dan ook weer om zieltjes te winnen. Uh, en het CDA uh, doet ook niet zo bij te veel uh, tegen echt het, 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 um, ja, uh, onze identiteit. Hè, met alle plussen en minnen. Het hoeft echt een juichverhaal te zijn. Maar uh, ja, dat, dat culturele weggeven van Nederland doet ze net zo hard aan mee, natuurlijk. Ja, dat is eigenlijk ook een, voor jou een beetje een persoonlijke drijfveer geweest. Hè, voordat je de politiek. Inging, was jij altijd bezig met het ja. feit van meningsuiting, ja. uh, integratie, dat ja. soort zaken? En helaas dus Adrian, ben gaat. ik daar nog steeds mee bezig. <laughs> en ik zou willen dat ik daar niet meer mee bezig hoefde te zijn. Hè. Maar in de Amsterdamse gemeenteraad is dat natuurlijk heel erg. Nou, ik heb van de week gesproken met, met Lale Gül. Dat is een Turkse schrijfster die uit een moslim milieu. die heeft een boek geschreven dat ze dat niet meer wil. Uh, 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 die zet zich daar tegen af, die is niet meer, wil niet meer gelovig zijn. En dat, ja, die vrouw heeft geen leven meer in Amsterdam. En dat is de stad van Spinoza, van de vrijdenkers, van het vrije woord. En die wordt door een stelletje achterlijke barbaren ja, bedreigd... en uitgescholden van, van heb ik jou daar. Ja, dat is voor jou echt een persoonlijke drijfveer. Absoluut. Jij komt uh, nu ook weer terug in de Eerste Kamer als fractievoorzitter. Je ja. gaat in de Senaat namens JA21... Weer politiek bedrijven. Wat, uh, wat voor grote problemen zie je op ons afkomen? Wat voor dingen ga je daar doen? Nou ja, kijk, om te beginnen. Ik hoop natuurlijk dat, dat Joost Eerdmans met zoveel mogelijk mensen... Voor onze lijst in de Tweede Kamer oh, okay. uh, plaatsneemt. En alle prachtige voorstellen die hij daar gaat doen... gaan we met elkaar afstemmen. Gaan we door die Eerste Kamer heen halen. Wij zijn daar echt een doorslaggevende stem. Hè? We hebben acht zetels daar nu. Uh, uh, we maken echt het verschil in heel veel onderwerpen... Kunnen we nu al tegen de nu al zittende coalitie kunnen we al, al ingaan, laat staan wat het straks wordt. Uh, uh, dus dat moeten we echt maximaal gaan benutten. Maar wat we ook kunnen doen is: hè, uh, als Joost misschien uh, niet zo. Uh, kijk, laten we eerlijk zijn: we gaan niet meteen 30 zetels pakken, denk ik. Dus als hij een keer niet iets erdoorheen krijgt of, of er gaat iets door wat wij niet willen, kunnen we altijd in de Eerste Kamer nog zeggen: Nou, uh, ho even. Het mag eerst uh, langs mij en de menen uh, daar. En als dat weer zo'n achterlijk plan is over uh, vrouwenquota of miljarden weggooien uh, aan klimaatonzin, ja, het zal toch echt eerst langs ons uh, moeten. En daar zijn we echt een belangrijke schakel in. En dat onderscheidt ons ook van alle andere nieuwe partijen die meedoen. Hè? Uh, laat duizenden bloemen bloeien, maar deze bloem heeft al worteltjes. Ja, precies. Als ik je zo hoor, dan is het dus van groot belang, dat mensen ook op ons gaan stemmen. Nou ja, precies. We dat, dat want die invloed is er al. Hè? We zitten in het, het Europees ja. parlement. We zitten ja. in de Provinciale Staten. We zitten in de Eerste Kamer. Dus we zijn niet een, een, een club groentjes... die ook eens wat, uh, wat willen doen. We ja. kunnen meteen wat neerzetten. We kunnen meteen in tegen de linkse Rutte... en hem weer verleiden. Want ja, de partij is natuurlijk heel groot. Laten we daar geen doekjes om winden. Hem verleiden om weer... Naar rechts te komen. Dat is wat we moeten doen. Dat ja. is onze taak ook in de Eerste Kamer, om ze daar bij de les te houden. Ja, dat linkse beleid, dat ken jij wel heel goed. Hè? Dat, dat ja. ja, Ik zit ook natuurlijk als uh, fractievoorzitter in de Amsterdamse gemeenteraad. Hoe gaat het daar? Nou ja, kijk. Uh, um, mensen zeggen wel eens van, uh, dat Amsterdam, dat is een beetje een rare enclave. Nou, dat klopt. Daar geven de kijkers groot gelijk in. Maar ik zeg wel tegen de mensen die kijken in, in, in Zierikzee, in Ermelo, in, in Emmen, weet ik veel. Let wel op, want wat er in Amsterdam gebeurt, is natuurlijk een voorbeeld van wat je krijgt als je GroenLinks, PvdA, SP en D66 de touwtjes in handen geeft. We zitten hier uh, 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 in een stad nu. Waar uh, de integratieproblemen de spuug gaat uitlopen. Waar de criminaliteit hoog is, waar schierende woningnood is. Uh, uh, de kades en bruggen storten in door gebrek aan onderhoud. En wat doet men op het stadhuis? Uh, ja, een beetje over genderneutrale toiletten keuvelen. Nou, een huisje bijbouwen, dat mag alleen als je rekening houdt met uh, allerlei biodiversiteit en, en stikstof en, en klimaat. We gaan voor duizenden euro's per woning, tienduizenden euro's per woning moeten we van het gas af. Ja, dat, dat is natuurlijk echt gekkenwerk. Dat is alsof je op de Titanic leuke gordijntjes aan het ophangen bent. Terwijl je eigenlijk al op die ijsberg aan het varen ja. bent. Dus... Uh, ja, die, die, die gekte... Je kan erom lachen als je niet in Amsterdam woont. Moet je ook zeker doen. Want politiek is niet alleen maar ernstig en, en vroom en serieus. Maar let wel op Nederland. Let op uw zaak. Je wil dit echt niet voor de rest van ons land. Ik ben voor de campagne zoveel het land in geweest. Gezien hoe mooi Nederland is. En, en, en uh, ja, wat we kunnen kwijtraken. Ja, het is nog niet te laat, maar... Ja, ja, Nederland hallo, moet niet ver-Amsterdamiseren eigenlijk. Dat zou ik ja. echt zeer, zeer afraden. Want de, deze stad, <laughs> die prachtige historie, die binnenstad... is letterlijk aan het afbrokkelen. Die, die, die grachten en die kades storten in... omdat er alleen maar geld naar onzin gaat. En tot slot nog een stukje iets persoonlijks. Jij bent net uh, weer een moeder geworden. Klopt, ja. ja. Ik heb een zoontje van vier maanden. Ik heb ook twee volwassen dochters, maar nu dus nog een nakomertje. Ja. En... Is dat ook nog iets dat je een ja, extra tuurlijk. drijfveer krijgt om Absoluut. iets uh, goed te doen voor Nederland? Absoluut. Kijk, ik zeg niet dat mensen zonder kinderen dat, uh, dat niet zouden voelen. Maar, maar hè, als je zo'n kleine baby hebt. en je maakt je altijd zorgen over de toekomst van je kinderen. En dan denk je: God, die jongen gaat over 18 jaar ook naar de stembus. Uh, en over 30 jaar is hij premier natuurlijk. Maar uh, nee, zonder gekheid. Hij moet natuurlijk echt uh, uh, kunnen stemmen op een, op een partij die, die uh, ja, zijn toekomst voor hem garandeert. Zijn Nederland er dan straks uit? In een Nederland waar hij kan kiezen waar hij een betaalbare woning wil vinden van zijn eerste baan. Waarvan hij niet de helft aan belasting hoeft in te leveren. Uh, waarin hij in vrijheid kan zeggen wat hij wil. Waarin hij vrijuit grapjes kan maken over wat hij maar wil. Ja, dat is wel een heel erg extra motivatie. Ook al snapt hij dat zelf uh, uh, momenteel nog niet. Maar straks kom ik thuis en denk ik, nou doe je het voor. Daar doe je oh, het voor. 17 maart. Mooi resultaat. Jij de Doe, Doen Juist Eerdmans, zo'n kerel. Ja. Dankjewel, Annabel. Graag gedaan. Dank jullie wel. En we zien er naar uit om Annabel haar debatten terug te zien in de Amsterdamse Raad en natuurlijk in de Eerste Kamer. We gaan door naar de. Volgende spreker. Corona raast al een jaar door ons land. Hoe gaan we ermee om? En belangrijker, hoe gaat Nederland er na corona uitzien? Hoe gaan wij weer terug naar het normaal? Hoe gaan wij onze economie draaiende houden? En hoe zorgen wij ervoor dat het Nederlandse zorgsysteem meer weerbaar gaat worden? Hier is arts-onderzoeker en onze nummer twee, Nicky Pauw Verwij. Wanneer is het normaal geworden om geen tijd te hebben voor patiënten? En wanneer zijn we zieke mensen gaan zien als checklist? Ja21 wil de menselijke maat in de zorg terugbrengen. Door de patiënt weer centraal te stellen en regeldruk terug te dringen. Ik ben Nikkie Pauverwijn, arts en kandidaat Tweede Kamerlid voor Ja21. Goedenavond. Ik ben Nicky Pauverwij, nummer twee op de lijst, maar vooral arts. Mijn drijfveer om in Den Haag aan de slag te gaan is wat ik op de werkvloer in de echte wereld dagelijks meemaak, waar ik zie dat de realiteit van de handen aan het bed en de realiteit van de handen op het bureau steeds verder van elkaar zijn afgedreven. De zorgcrisis die door corona zo genadeloos aan het licht is gekomen, komt voor veel van mijn collega's helaas niet als een verrassing. In plaats van als topprioriteit is de zorg jarenlang als kostenpost gezien. Als een post waar altijd nog wel iets extra's bij weg te halen viel. Zorg draait om zoveel meer dan alleen het voorkomen of genezen van ziekte. Zorg moet niet alleen gericht zijn op levensverlenging, maar ook op de kwaliteit van leven. Want zorg is ook kunnen studeren dankzij medicijnen voor epilepsie. Het is sporten met behulp van een rolstoel. Het is je gekoesterd voelen tijdens het wassen, omdat je dat zelf niet meer kan de hand kunnen vasthouden van een patiënt die het allemaal even niet meer ziet zitten. Zorg is niet alleen gebaat bij de menselijke maat, zorg is de menselijke maat. We worden helaas al veel te lang bestuurd door mensen die dit niet willen erkennen. Die de focus verschoven hebben van empathie naar kosteneffectiviteit. Tot een systeem waarin niet meer de patiënt, maar megafusies en de belangen van almachtige zorgverzekeraars centraal staan. Niemand is tegen efficiëntie, maar het gemakkelijke bezuinigingen om snelle besparingen in te kunnen boeken, leidt tot desastreuze effecten over de hele linie. Ook in de coronacrisis breken rukziekloze bezuinigingen, een gebrek aan praktijkervaring en beleidsmatige tunnelvisies ons op. Het wegbezuinigen van honderden IC-bedden, het sluiten van ziekenhuizen en spoedhuizende hulpafdelingen, het niet tijdig op orde hebben van de testcapaciteit, bron- en contactonderzoek, en het vaccinatieprogramma. Het levert allemaal al een jaar lang niet alleen grote medische schade op, maar ook een economische en sociaal drama dat zijn weerga niet kent. Met de basis op orde had het niet zo erg hoeven zijn. Corona is ons overkomen, maar een uitgeklede zorg is geen natuurverschijnsel. Dat is het gevolg van calculerende politieke keuzes. En keuzes hebben consequenties. Uit deze crisis zijn daarom niet één, maar twee uitwegen nodig. De eerste in letterlijke zin door het coronaproef heropenen van het MKB, de horeca, scholen en verenigingen en het introduceren van een economic management team om de balans tussen gezondheid en economie te herstellen. Door het omvormen van het OMT naar een medical management team met ook psychische en medisch-ethische deskundigen. Door vrijwillig te vaccineren op basis van risicoanalyses en door corona-revalidatie zonder eigen risico op te nemen in het basispakket. Voor de tweede uitweg is een mentaliteitsomslag nodig. Het besef dat zorg geen kostenpost is, maar een basisvoorwaarde. Niet alleen voor onze gezondheid, maar om de samenleving draaiend te houden. Dat betekent lange termijn investeringen in de zorg. Het heropenen van gesloten ziekenhuizen, het opschroeven van de IC-capaciteit en het organiseren van permanent inzetbare reservecapaciteit. Het in eigen hand houden van de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen. Meer zorgpersoneel door een beter salaris. En dat alles onder een minister van Volksgezondheid, die zelf aan het bed van de patiënt heeft gestaan. De mens als maat, een praktijkervaring aan het roer. Dat is JA21. Dank je wel, Nicky. En we zien er naar uit om jou straks in de Tweede Kamer te zien in het debat met de minister zorg. Want die ervaring die jij als arts hebt, die kunnen ze daar hard gebruiken. Maar we gaan nu even over de campagne praten, want het is natuurlijk lastig om in coronatijd campagne te voeren. Maar achter de schermen is ons campagne team met onze campagneleider Ronald Buit. Keihard bezig, dag en nacht, om ervoor te zorgen dat we een heel mooi verkiezingsresultaat zullen gaan boeken. En ik ben ook blij dat Roland hier in de studio is. Vertel, wat gebeurt er nu allemaal precies tijdens die campagne, nu en de laatste paar weken? Nou, allereerst één klei kleine kanttekening. Uh, ik ben keihard aan het werk, maar met mij echt een uh, gigantisch uh, veel mensen. Het blijft moeilijk te bevatten dat we op 18 december uh, zijn opgericht. Tweeënhalve maand later. We hebben een partijprogramma, we hebben een lijst, we hebben een logo, we hebben... Posters, we hebben echt alles uit de grond moeten stampen. En als je nu ziet dat we deze week uh, de 900.000 flyers gaan uh, halen. die we bij de mensen in de bus uh, bezorgd hebben. dat we op bijna alle borden hangen in uh, alle gemeentes. Uh, dat we al op drie zetels in de peiling staan. dat de potentie zelfs geschat wordt, mogelijk zelfs al zes, zeven zetels. Ja, dan uh, af en toe knijp ik wel eens mijn ogen dicht en dan knijp ik in mijn wang en dan denk ik van, is dit echt wat er momenteel gebeurt? Want ja, je voelt gewoon, uh, je voelt gewoon echt iets dat er iets uh, aan het ontstaan is. En dat is echt ontzettend mooi om dat van zo dichtbij mee te maken en daar leiding aan te kunnen geven. Dus ik geniet uh, op dit moment, ondanks dat de dagen heel lang zijn, ik geniet uh, met volle teugen. Maar ja, we moeten nog een week. En ja, we gaan echt nog wat meemaken de laatste week, eh, Adrien. Dat kan ik de mensen beloven. <laughs> ja, drie zetels nu, bijvoorbeeld bij de hond. Je zegt net zeven. Waar zit nog het potentieel, denk jij? Nou, we maken uiteraard uh, uh, veel analyses. En we zien ook veel analyses. We, we spreken ook zelfs met heel veel mensen. En waar gewoon echt nog veel potentie voor ons zit... Is de mensen die in de gaten krijgen dat dat gelikte VVD-campagnemachine, zoals we nu iedere dag weer in de journaals, bij de Rond-de Journaals zien, waarom stem jij op Mark Rutte? En dan zien we zo'n uitgekozen personage die dan zegt hoe goed Mark voor, uh, voor Nederland is geweest. Ja, en dat is eigenlijk wel de kracht van de VVD, dat ze zo'n sterke campagnemachine hebben. Maar als je daar doorheen prikt, en als je duidelijk kan maken dat het Nederland, wat de laatste tien jaar is ontstaan, dat, dat als dat nog tien jaar doorgaat. Dat mijn dochter in een veel minder goed land leeft. En dat dat voor al die mensen geldt. Dat is waar wij uh, nog ontzettend veel kunnen winnen de laatste week. Om mensen dat in te laten zien. Want ik weet dat er heel veel mensen in Nederland zijn die zijn blij met hun baan. Die zijn blij met hun gezin. Die denken dat hun leven op orde is. Maar dat is voor heel veel mensen. Was dat tien jaar geleden ook zo. En voor heel veel mensen zal dat over tien jaar ook niet meer zo zijn. Maar dat kwartje, dat moeten wij laten vallen. Daarnaast hebben wij enorme potentie bij mensen die, net als ik, lang op de PVV gestemd hebben, boos waren. Maar uiteindelijk moet je accepteren, het is een stem voor de zuilijn. En hoe groter de PVV wordt, hoe kleiner de kans is dat rechts gaat regeren. Want zij zijn, wat je er ook van vindt, uitgesloten. Ja. Dus als je vraagt waar ligt die potentie voor jaar 21. Dan zijn het mensen die de campagnemachine van de VVD doorprikken. En mensen bij wie het kwartje valt van ja, Geert heeft hij vaak gelijk, maar hij gaat niets veranderen. En dat is wat hij duidelijk gaat maken. Dat is ook een stukje persoonlijke drijfveer voor jou. Jij zegt, we moeten gaan regeren over rechts. Jij voelt dat ook echt dat dat moet gaan gebeuren? Absoluut, Adrien. Ik heb echt voor mezelf ook, toen, het, toen ik het bij Forum zag klappen, had ik ook echt zoiets van verdomme, het gaat gewoon weer niet goed. En weer door eigen falen. En je hebt dat al een aantal keer gezien op rechts, dat het op de een of andere manier maar niet lukt, dat we dat aan een goed einde brengen. En dat is voor mij die uitdaging waarvoor ik, en velen met mij, hè, laat dat duidelijk zijn, momenteel 20 uur per dag in de, in de weer ben, omdat ik gewoon weet, als dit niet goed gaat. Ja, dan wordt het gewoon nog moeilijker voor de volgende, weet je. Dus ik heb echt zoiets van, dit moet lukken. Dit moet slagen. Ik zie dit als een missie. En heel veel mensen bij JA21 voelen dit ook als een missie. Nu moet het gebeuren. Maar goed, daar zijn wel stemmen voor nodig. En dat is waar we met z'n allen zo ontzettend hard voor knokken. En ik heb echt, ja, het klinkt natuurlijk, iedereen zegt dat natuurlijk. Er is niemand die een week voor de verkiezingen zegt van... nou, ik denk dat het niet gaat lukken. Hè? Dus dat snap ik ook. Maar ik meen echt uit de grond van mijn hart. De signalen die ik zie. De geluiden die ik hoor. Alles wijst erop dat wij echt de verrassing gaan worden op 17 maart. Read my lips. Adrien. Ja, we hebben nog een beker, want we gaan het zien. Dank je wel. Op een mooi verkiezingsresultaat. Dat gaat er komen, Adrien. Na 17 maart zit Ja21 in de Tweede Kamer. En zijn wij een volwaardige partij. Met fracties in de Eerste Kamer. Talloze provincies. De gemeente Amsterdam en het Europees Parlement in Brussel. Wij zijn daarom op zoek naar jong en ambitieus talent om ons daarin te ondersteunen. Ja 21 gaat daarom een heus politiek talentenklasje opzetten. In een jaar tijd zullen ambitieuze studenten en young professionals een stage gaan lopen in Den Haag, in de provincie of gemeente en in Brussel. Eens per maand zal het klasje bij elkaar komen. Om les te krijgen op het gebied van politieke theorie, spreken in het openbaar en debatteren. Meld je daarom na deze uitzending aan op www.ja21.nl/slash talent en wie weet, heb jij na deze zomer een flitsende start van je carrière. We gaan door naar de nummer drie van de lijst. Al jaren strijdt hij tegen de alsmaar uitdijende macht van de Europese Unie. Waar geld van Noord-Europa naar Zuid-Europa blijft stromen. Wij steeds verder een transferunie in worden gerommeld. Die strijd wil hij nu gaan voortzetten in de Tweede Kamer namens Ja 21. Graag neem ik u mee voor een vraaggesprek met Dirk Jan Epping. Nederland is een handelsland. Al eeuwen verdienen we ons geld over de grens. Daarom hebben we baat bij een sterke Europese gemeenschappelijke markt. Landen die samenwerken. Nederland staat aan de basis van die Europese samenwerking. En Nederland moet aan de basis blijven staan. Maar Nederlandse belangen gaan altijd voor Brusselse belangen. Er is zoveel weerstand tegen een steeds machtiger EU. Want de EU brengt eigenlijk de Europese samenwerking in gevaar door steeds meer EU op te dringen aan de burgers. Waarom zouden we onze erfenis en onze toekomst riskeren voor blind idealisme? We kunnen niet toestaan dat Nederland de pinautomaat van Europa wordt, machteloos opgaat in een Europese superstaat en dat we elke controle verliezen over onze grenzen. Nederland verdient beter dan deze EU. Ik ben Dirk Jan Epping, europarlementariër en kandidaat Tweede Kamerlid voor Ja 21. Goedenavond, Dirk Jan. Uh, ja, zoals we de afgelopen campagne hebben ge gemerkt, is eigenlijk de EU een soort ondergeschoven kindje gebleken. Het, uh, ja, het wordt, gaat er niet echt over in de campagne. Maar aan de ene kant hebben we eigenlijk pro-EU-partijen. Die willen alleen maar meer EU. Ja. Aan de andere kant zijn er partijen die uit de EU willen. Uh, waar staat ja-21 in dit debat? Nou, we staan allemaal momenteel op een kruispunt. Uh, en je hebt uh, partijen. En ook de EU zelf, die wil eigenlijk in de richting van een federaal Europa met een eigen regering, de Europese Commissie, eh, Europese belastingen, Europees leger enzovoort. En Guy Hofstad wil zelfs een Europees Rijk. Eh, daartegenover staan partijen die zeggen we moeten uit de EU. Dat is natuurlijk makkelijk zeggen, maar we hebben wel een gemeenschappelijke markt die erg belangrijk is voor onze economie. Nou, wat willen wij? Wij willen eigenlijk een, eigenlijk een economische gemeenschap van Europese staten. Dat betekent dat uh, landen samenwerken, dat meer macht teruggaat naar de lidstaten, uh, dat de gemeenschappelijke markt zeer belangrijk wordt daarbinnen uh, en minder macht overblijft in Brussel. De Europese Commissie een soort van secretariaat wordt en geen regering. Uh, en dat op die manier geleidelijk aan... Macht terugvloeit naar de lidstaten. Want daar moet de nadruk liggen van onze samenwerking in Europa. Dus ik spreek liever over Europese samenwerking dan over Europese integratie, die alleen maar één richting heeft, namelijk de Europese staat. Ja, want als we kijken naar een verkiezingsthema wat wel belangrijk was: de coronacrisis en de vaccins. Uh, ja, daar had de Europese Commissie een, een grote rol in, de inkoop van die vaccins. En Ursula von der Leyen, commissievoorzitter, die riep zelfs de Gezondheidsunie uit. Ja. Wat is daar precies gebeurd? Nou, dat is een typisch voorbeeld. Dat is al een crisis. En het eerste wat de Europese Commissie doet, is macht grijpen en dat naar Brussel halen. Op dit, in dit geval over gezondheidszorg. En de Europese Commissie zei: Wij gaan die vaccins kopen. Dit staat er stop met onderhandelen. Wij kunnen dat. Wij doen dat solidarisch. Uh, en wij moeten die bevoegdheid uh, hebben. Het was eigenlijk een soort van machtsgreep. Uh, nou, dat is volledig mislukt. Uh, drie maanden lang is er niks gebeurd. De reden dat de vaccinatie zo langzaam gaat in veel landen is eigenlijk dat de Europese Commissie dat niet kon. En nu zie je juist dat lidstaten dat zelf doen. En dat is ook goed. Bijvoorbeeld Oostenrijk en Denemarken uh, gaan dat samen doen met Israël. Andere landen willen dat ook samen gaan doen met elkaar of wat dan ook. Dus die uh, samenwerking is erg goed. En die kant moet het ook op. Want volksgezondheid is de eerste prioriteit van elke overheid. En dat is niet zo voor de Europese Commissie. Ja, dus het klinkt eigenlijk dat bij die vaccinaties... dat geen enkel land nou beter af was... Toen de Europese Unie dat deed. En dat doet me eigenlijk een beetje denken aan de euro. Nou ja, de euro, daar wordt daar eigenlijk ook daar wordt niemand beter van. Eigenlijk zijn we allemaal wat slechter af. Hoe kijkt jaar 21 naar de euro-munt? Nou, de euro is een, een munt die uh, is gemaakt om een soort van eenheidsstaat in Europa te bewerkstelligen. De drijfas van steeds meer EU. Uh, en dat uh, is om politieke redenen gebeurd. Dus de euro. Is een politieke munt. En het probleem van het eurosysteem is de euro zelf. Want er zijn grote economische verschillen tussen de lidstaten. En wat zie je nou na twintig jaar? Die verschillen worden steeds groter. En die verschillen leiden tot steeds meer politieke ruzies. Binnen landen, tussen landen, tussen Noord en Zuid enzovoort. En dat betekent dat we zo niet verder kunnen gaan. En het enige wat de EU doet is meer schulden maken. Door geld bij te drukken. Dus we moeten tegen de landen zeggen: ja, Wilt u. Een wilt u de euro houden of niet? Het moet dus geen verplichting blijven, maar het moet een keuze worden. Een vrije keuze van elk land. Organiseer daar een referendum over of zoiets. Maar in ieder geval maak er een keuze van, want op, dit manier, op deze manier blijven wij doorgaan met steeds meer ruzie maken onder elkaar. Nou, dan, zijn er, dan speel ik even advocaat van de Duivel. De pro-EU-krachten die zeggen: ja, maar we moeten dat allemaal in stand houden. En we moeten Italië, Griekenland, Spanje overeind houden. Omdat dat goed is voor onze gemeenschappelijke markt. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, dat vind ik een, een, een vreemde redenering. Want dat betekent in feite dat je zegt: uh, wij geven jullie het geld, dan kunnen jullie onze producten kopen. Nou, dan kun je die producten net zo goed gratis overmaken. Je stuurt bloemen en kaas naar Italië, uh, Mercedes, en, BMW's uh, enzovoort. We hebben een gemeenschappelijke markt en elk land heeft daar heel veel kansen. We hebben gelijke kansen daar. De ene, het ene land pakt die kansen beter dan het andere. Maar in Zuid-Europa vooral wil men eigenlijk een hoog niveau van sociale voorzieningen houden. Bijvoorbeeld in Spanje wil men een basisinkomen invoeren. Uh, maar daar is dan het, het geld niet voor. En men verwacht dan van Noord-Europa dat wij dat mede gaan betalen. En dat is het grote probleem. Je ziet bijvoorbeeld dat de heer Hoekstra van de CDA die wil de WW eh, qua duur eh, halveren. Tegelijkertijd betalen wij in Nederland mee via het EU-noodfonds eh, met geld aan Spanje. En Spanje wil een basisinkomen invoeren. Het dus gaat geld van Noord naar Zuid en het gaat ten koste van de Nederlandse bevolking. Alleen dat zegt men niet in Nederland. De regering zegt het niet. De Tweede Kamer durft het niet te zeggen. De pers spreekt daar niet over. Maar er is een enorme transfer van Noord naar Zuid. En dat is een gevolg van een euromunt die niet functioneert. Dus door het gebrek daarvan komt er steeds, wordt er steeds geroepen om steeds meer geld daar naartoe, zoals dat noodfonds van 750 miljard euro. Uh, dat, uh, waar Nederland voor 43 miljard garant staat, 5000 euro per uh, gezin, enorm bedrag. Dat leidt deze uitwassen gaan alleen maar verder. Dus geef landen de keuze zelf te kiezen. En dan, het, dan zijn er krachten die zeggen: ja, dat hervormen van de Europese Unie, dat is onmogelijk. Um... Ja, maar wat wij bieden is een ander model. Want kijk, hervormen van de Europese Unie, ja, die is op weg naar die Europese staat. Ja, dat valt niet te hervormen. Bijvoorbeeld in de ogen van de Fransen uh, of van de Socialisten of de Christen Democraten. Die willen daar naartoe. Uh, die wil is niet te hervormen. Uh, wat je wel kunt doen, een ander. Uh, een andere, uh, een alternatief bieden, een ander voorstel te maken... en dat voorleggen aan de burgers. En ik denk als je dat in Nederland zou voorleggen... in een referendum aan de burgers... dat er een grote meerderheid is... voor datgene wat wij eigenlijk willen. Dankjewel Dirk-Jan. En ik kijk er enorm naar uit om jouw bijdrage in de Tweede Kamer te zien. Ten slotte gaan wij naar onze lijsttrekker. Degene die er na 17 maart voor gaat zorgen... dat we eindelijk eens echt rechtsbeleid kunnen gaan realiseren. Dat wij... Echt de immigratie kunnen gaan aanpakken. Dat we stoppen met de zinloze klimaatmaatregelen en er zinvolle voor in de plaats gaan terugkrijgen. Dat wij minder macht afstaan aan de Europese Unie. Kortom, dat er echte verandering komt in Nederland. Hier is Joost Eertmans. Het is nog maar heel kort tot het openen van de eerste stemlokaal in Nederland. En de spanning stijgt. Ik weet dat het iedere vier jaar gezegd wordt, maar dat maakt het niet minder waar. De komende verkiezingen zijn cruciaal voor Nederland. Het kabinet Rutte III boekte drie absolute immigratierecords op rij. Nog nooit sinds het begin van de officiële immigratiestatistieken... kwamen er zoveel immigranten naar Nederland als in 2017, 18 en 19. In tien jaar Rutte zijn er 800.000 niet-westerse immigranten tot Nederland toegelaten. En mijn vraag aan de kiezer is simpel. Wilt u dat nog een keer? Wilt u dat er over tien jaar vanaf nu... Weer bijna een miljoen niet-Westerse migranten zijn binnengekomen. Ik niet. En als u dat ook niet wilt, dan kunt u stemmen op de rechterkant. Maar alleen bij jaar 21 maakt u met uw stem kans om er ook echt iets aan te doen. Wij staan niet aan de zijlijn, wij willen meeregeren. Wij willen en kunnen onze verantwoordelijkheid pakken om de rechtse kiezer eindelijk te belonen. Zonder een stevige rechts- en realistische partij is Nederland straks weer overgeleverd aan een klimaatpinautomaat van klaver. En aan de kosmopolieten als Kaag en Ploumen, met wie Rutte natuurlijk weer in zee zal gaan. En dat geldt voor migratie, maar het geldt ook voor het idiote plan om kosten wat het kost, te gaan voor onhaalbare klimaatdoelen. Alle huizen moeten van het gas af. Er liggen bij het huidige kabinet plannen klaar voor bijna 3200 nieuwe windturbines en zonneparken ter grootte van 70.000 voetbalvelden. Van welke zorg, pensioenen, salarissen voor de politie gaan die klimaatmiljarden af dan straks? Hoe dan? Wie betaalt dat dan? Ten koste van wat? Ik heb geen 40.000 euro liggen voor een warmtepomp. U wel? Nee, u ook niet. Het geldt ook voor de machts- en geldhongerige EU. Vorige week nog ging er een cheque van 750 miljard naar Zuid-Europa. En Nederland staat voor 43 miljard garant. Dat is dus 5.000 euro per Nederlands gezin. Op veel fronten zijn deze verkiezingen een laatste kans. Veel van wat al jaren onghinderd voortdendert of nu in gang wordt gezet, is over vier jaar niet meer terug te draaien. Maar ik hoef u dit eigenlijk allemaal niet te vertellen. Want u weet dat als geen ander. En daarom zoekt u al jaren uw heil op rechts. Eerst misschien bij de VVD, totdat u erachter kwam dat die partij alleen drie weken voor de verkiezingen rechts is. En daarna bij FVD, dat zichzelf inmiddels aan de rand van het spectrum heeft gebracht. Of naar de PVV, die elke keer weer buitenspel staat. En daardoor is het resultaat: verkiezing na verkiezing hetzelfde. Nederland stemt rechts, maar krijgt links. Twintig jaar na de fortuinrevolte, die ik zelf vanaf het begin meemaakte, leeft Nederland nog altijd in 2001. Want dat is waar wij het voor doen: u een realistisch rechtsdak boven het hoofd bieden. Voor de verandering waar u al zo lang op wacht. Twintig jaar geduld hebben is, wat mij betreft, lang genoeg geweest. Wij zijn er helemaal klaar voor. Samen met onze dertig geweldige kandidaten, al onze statenleden in de provincies, de Amsterdamse gemeenteraadsfractie, de Europese fractie en onze acht eerste Kamerleden, gaan wij volgende week een fantastisch resultaat neerzetten. Het gevoel is super, de steun is enorm en de peilingen laten het zien. Ja, 21 komt eraan. Doe het, stem op ons en niet op een oude gevestigde partij, want daarmee gaat het niet lukken. Bedankt voor uw support en tot snel. Dankjewel Joost. En Dank voor jou. Ijzersterke verhaal voor Nederland. Bij mij aangeschoven Adrienne de Boer, tijdelijk voorzitter. Hoe kijk je naar dit alles? Nou, we hebben echt al een paar fantastische campagneweken achter de rug. We hebben een heel mooi partijprogramma. We hebben uh, een fantastische kandidatenlijst. We hebben heel veel vrijwilligers die geweldig werk doen. Die zijn flyers aan het uitdelen. Bijna een miljoen flyers hè, zijn de bussen ingegaan. Die zijn borden aan het ophangen. We hebben een social media team met vrijwilligers die heel goed werk verrichten. Dus het gaat goed. Het gaat uh, heel goed. En ja, kijk, als we een heel mooi verkiezingsresultaat halen, we komen er met. Dus drie, zeven of 21 zetels in. Hè? Ja, het, het kan natuurlijk gewoon gebeuren. Kijk, dan begint het echte werk pas echt. Dan moeten wij een beweging gaan opbouwen op rechts. En dan moeten wij goed kamerwerk verrichten. En dat kan ook. En we kunnen echt invloed gaan uitoefenen, ook met die eerste Kamerzetels die we hebben. Dus um, ja, we, uh, ik kijk er echt enorm naar uit. Dankjewel, Adrien. En dan zijn we aan het einde gekomen van ons online event. JA 21 biedt u een verhaal met perspectief, met realisme voor een Nederland na corona. Waar wij op kunnen bouwen en op kunnen komen voor onze ondernemers en de middenstand. We hebben nog een kleine week te gaan tot de verkiezingen. Het belooft een bloedstollende week te worden. Wij van JA 21 gaan ervoor. Wij willen voor u knokken om. Rechtsbeleid voor elkaar te krijgen, resultaten te boeken. En met uw steun gaat dat lukken. Met uw steun zorgen wij voor echte verandering in Nederland. Stem daarom op 15, 16 of 17 maart op Ja21. Het juiste antwoord voor u. Welkom thuis.